Utrecht eraan. Wat verwacht je van je ploeg? Ja, dat we precies hetzelfde op de mat leggen als tegen Feyenoord. Nee, ja, dat sowieso. Ik denk dat we elke wedstrijd moeten tonen tegen wie we ook spelen. En hopelijk kunnen we dat weer met het publiek samen doen. Dan hebben we hopelijk weer een fantastische voetbalavond. Je hamert veel op het publiek, valt me op. Ja, omdat ik, kijk, als je de ambiance afgelopen wedstrijd ziet, ik denk dat het de jongens ook gewoon een boost geeft. Hè. We hebben ook wat moeilijke momenten in de wedstrijd gekend. En dan tilt het publiek je gewoon wel over dat soort momenten heen. En dat is gewoon prettig, denk ik. En dat geeft de spelers gewoon een goed gevoel. En dat snappen de supporters ook. En dan is het een wisselwerking. En dan hebben we met elkaar een hele mooie avond. En ja, we hebben gewoon op dit moment gewoon de steun heel hard nodig van de supporters. Omdat we er gewoon nog steeds niet rooskleurig voor staan. En ook al sta je er wel, je hebt het gewoon nodig. En op het moment dat je niet wint, dan is de kritiek en dan wil dat wel eens vervagen of iets minder worden. En dat snap ik ook wel, dat is heel logisch. Alleen ja, we hopen wel dat ze ons willen blijven helpen en steunen. Want ja, dat kan net een puntje of drie punten opleveren en dat is een groot verschil. Was het moeilijk om Dennis te passeren? Elke beslissing die je maakt is moeilijk. Dus ook voor Dennis is dat heel erg moeilijk en lastig. Omdat hij toch je eerste keeper is geweest vanaf het begin van het seizoen. Mijn sentimenten tellen niet. Het gaat om het team. Het gaat om het resultaat. En ook Dennis is onderdeel van het team en heeft nog steeds een hele belangrijke rol. Desondanks, je staat nog steeds in de gevarenzone. Kijk je wel eens met een schuin oog naar de concurrentie? Nee, ik kijk vooral naar onszelf. Natuurlijk, als de concurrentiepunt laat liggen, is dat prima. Maar als ze dat niet doen, dan moeten we naar onszelf kijken. En dat doen we ook. Ja, het heeft niet zo heel veel zin om naar anderen te kijken. Wij moeten zelf punten gaan pakken en resultaat gaan halen. En onze manier van voetballen continu blijven uitvoeren zoals we dat willen. En de hamer ook elke dag op. En dan komen die resultaten vanzelf. Zegt iedereen na zo'n wedstrijd, ja, als je dat elke wedstrijd kan opbrengen. Ja, klopt. Maar ik heb over het algemeen nog nooit voetballers gezien die het niet willen opbrengen. Hoor. Dus, maar er zitten af en toe wel eens vervelende wedstrijden tussen waarin het gewoon niet loopt. En dan oogt het ook zo. Ja, dan is dat gewoon heel erg vervelend. Utrecht is een rare tegenstander. Hè? De ene dag alles, de andere dag niets. Nou, ik vind wel dat Utrecht een duidelijke manier van voetbal heeft en dat ze heel graag willen voetballen ook. Dus ik vind het niet raar. Ja, de ene week winnen ze en de andere week misschien verliezen ze. Maar dat hebben wij ook. Wij zijn ook geen rare ploeg. Dus de manier van voetballen die Robbie Alphen nastreeft is duidelijk. En daar kan ik alleen maar respect voor opbrengen.